Assalamu alaikum. Alaikum salam. Welkom en bedankt dat jij met ons dit interview wilt doen en dat je hier je verhaal wil komen vertellen met ons. Okay. Zou jij jezelf eerst even voor kunnen stellen? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Danielle. Ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Venray. En ik ben sinds 24 september 2011 bekeerd. En ja, voor de rest, ik studeer. Ik ben bijna afgestudeerd en dat is een beetje wat ik wil vertellen. En hoe stond jij tegenover de islam voordat je ermee in contact kwam? Toen ik jong was en ja, ik had nog zelf nog niet de mogelijkheid om het verder te gaan onderzoeken, nam ik de mening aan van mijn vader en die kant van de familie. Mm-hmm. En dat was negatief. Dus hun namen ook veel aan wat op de media gezegd werd. En zodoende dat ik dat ook overnam. Dus ja. Dus je bent eigenlijk in aanraking gekomen met de islam door de media? Ja, ook. Maar ik moet zeggen, toen ik bij mijn vader, want mijn ouders zijn gescheiden. Mm-hmm. Toen ik bij mijn vader weekenden verbleef, was er op een gegeven moment een Somalisch gezin wat buren van ons werd. Ze waren vluchtelingen en kwamen dus in Nederland wonen. En natuurlijk, hun waren islamitisch en hun hadden ook hun leefwijze daarbij. Dus in die zin kwam ik al in aanraking met de islam en dat vond ik zelf ook heel bijzonder, zeg maar, toen al, toen ik heel klein was. En dus toen al dacht ik van, vreemd dat ze dat zeggen en dat ik dat weer dat ik toch weer iets anders terugzie van moslims. Later ben ik, toen ik ouder werd, ben ik mij gaan verdiepen in toen nog mijn eigen geloof, het christendom. En daarin merkte ik dat ik op bepaalde punten dat het misliep. Zeg maar dat ik, ja, bijvoorbeeld dat ze geloven dat Jezus de Zoon van God is, vond ik moeilijk te geloven. Ik geloofde altijd dat er een God is, maar niet zoals hun het praktiseerden, dus de christenen. Vervolgens ben ik op de middelbare school terechtgekomen en dat was echt toen ik in aanraking kwam met de islam. En dat kwam vooral door mijn islamitische vriendinnen. En daardoor kwamen er vragen en ben ik naar de bibliotheek gegaan, internet, filmpjes, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk hoe ik in aanraking ben gekomen. Oké, okay, en wat heeft je dan op een bepaald punt ben je bekeerd? Mm-hmm. En wat heeft je dan precies toegebracht om te gaan bekeren? Oké, okay, ja. Op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik zeg maar ja, de basisprincipes van het geloof dacht te kennen. Dus ik had genoeg onderzoek gedaan om te weten wat het is wat het inhoudt om moslim te zijn en wat daarbij komt kijken. Daar stond ik allemaal achter. Op dat moment zat ik al op het MBO, dus de vervolgopleiding. En daar toevallig had ik een filmpje op YouTube bekeken van een Nederlandse man die bekeerd was. En ik kwam dus de eerste dag kwam ik op die vervolgopleiding. En toevallig dat ik daar dus die man tegenkwam. En dat was de man van het filmpje. En dus ben ik hem gaan vragen. En ik heb hem uitgelegd dat ik me wel wou, of ja, dat ik daarmee bezig was enzovoort. En op een gegeven moment, hij merkte ook aan mij dat ik groei maakte. En dat ik eigenlijk klaar was om te gaan bekeren. Maar die stap zelf nam ik steeds niet. En toen kwam hij op een gegeven moment tegenover mij zitten en hij zei tegen mij, nou, geloof je in Allah, geloof je in zijn boodschappen, vrede zijn met hem. En hij begon me allerlei vragen te stellen en toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ben inderdaad, ik geloof het, waarom ga ik me niet bekeren? Toen heb ik het thuis gemeld en dat was de stap dat ik dacht van, nu moet ik hem ook zetten. Je hebt het toen ook meteen thuis gemeld, zei je, dat je ging bekeren, of dat je bekeerd ja, was? Ja, want voordat ik al bekeerd was, had ik al anderhalf jaar of zo geen varkensvlees meer. Dus ze merkten wel aan mij dat ik aan het veranderen was. Ook heb ik daarvoor al een aantal dagen met de Ramadan meegevast, kijken hoe dat was. En ze merkten natuurlijk ook dat ik aan het onderzoeken was. En ja, dat was voor hun eigenlijk vrij duidelijk dat de volgende stap was dat ik mij zou gaan bekeren. En hoe reageerden ze op jouw bekering toen je thuis kwam dan wel? Ja, ik moet zeggen, het bekeren zelf vonden ze nog niet zo'n probleem. Dan hadden ze zoiets van, mijn moeder vooral moet ik zeggen, mijn moeder die had zoiets van, nou ja, het bekeren zelf, ja, als jij er gelukkig van wordt, dan kan ik daar nog wel achter staan.
Maar het hoofddoek dragen, als ik, zeg maar, als ik dat voorstelde, dat dat er ook bij hoorde. Niet dat ik dat gelijk wou gaan doen, maar dat was wel iets wat ook in mijn hoofd zat en wat ik er ook heb bijgemeld. Dan werd het een ander verhaal. Dus het hoofddoek dragen, het uiterlijke vonden ze moeilijker als, ja, als het bidden of de ramadan meevasten, dat soort dingen. Maar je draagt ja. nu een hoofddoek? Ja, klopt. En hoe gaat het nu? Als je nu met je ouders Ik denk zelf dat mijn vader het vrij moeilijk nog steeds wel vindt. Hij heeft het wel zo ver geaccepteerd, zeg maar, wat ik kan merken. Maar ik denk wel dat hij me nog steeds liever zonder hoofddoek had willen zien. Maar mijn moeder, die heeft het echt heel goed geaccepteerd. En die heeft zoiets van, ik vraag soms naar haar, welk kleurtje vind je mooier? En dan zegt ze van, nou, dat kleurtje vind ik mooier of wat dan ook. Dus daarom kan ik wel merken dat zij degene is die het helemaal heeft geaccepteerd. Dat is heel fijn om te horen. Ja, inderdaad. Maar zo precies als je zo kijkt naar je leven voor je bekering en je leven na je bekering, wat zijn dingen die jou echt veranderd zijn? Ja, natuurlijk, ik heb er vaak over nagedacht van als ik 2 jaar terug bekijk, hoe was ik toen en wat miste ik wat ik dan nu heb of wat is er veranderd inderdaad. En wat ik vaak merkte aan mezelf is dat ik had een normaal leuk leven, sociaal leven ook, veel vriendinnen, maar ik had periodes dat ik in een soort van gat viel, duisternis, depressie-achtig. Dat ik me ging afvragen van, ja, wat doe ik hier op deze wereld? Wat, ik mis iets, zo'n leegte wat in mijn hart kwam. En dat heb ik dus toenertijd ook met het christendom probeer. Ik dacht van, ja, er is een God. En misschien, ja, je gaat toch op zoek naar wat maakt jouw leven nou compleet? En wie ben ik? En dat soort levensvragen begon ik te krijgen. En dat had ik van tevoren, dus had ik meer een leegte en soms ook wel van die vragen die onbeantwoord bleven. En vanaf het moment dat ik mij heb bekeerd, die dag zelfs, had ik een heel fijn en heel onbeschrijfelijk gevoel. Echt heel fijn. Compleet. Klinkt heel mooi. Ja. Dus dat is bij jou ook het meeste wat er veranderd is in jouw leven. Dat is het grootste punt geweest. Ja, dat klopt. Zijn er ook moeilijke momenten geweest? Moeilijke momenten. Het moeilijkste vond ik toen mijn ouders, hoe ze er soms op reageerden, bepaalde gesprekken, dat ze toch anders tegen dingen aankeken en dat ik misschien ook zelfs het idee had dat ik hun teleurstelde, zeg maar, dat ze niet meer trots op mij waren. Dat vond ik wel moeilijk. En dan moet je toch proberen om... ik heb tenminste geprobeerd om toch blijven te praten en toch blijven uitleggen. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Nou, gelukkig. Ja. Kun je nog zeggen wat jij het mooiste vindt aan jouw geloof? Wat is het mooiste? Nou, ik denk dat dat alles aan de islam zelf mooi is, vind ik. Maar wat ik vooral ook kan benoemen zo snel, vind ik de zusterschap. Dus het zusterschap, dus daarmee bedoel ik dat vanaf het moment dat ik mij bekeerde, stonden er gelijk allerlei meiden voor mij klaar die mij met open armen ontvingen. En dat wanneer, wat er ook is, ze zullen altijd voor je klaar zijn. Ook al is het dag en nacht, ook al kennen ze je misschien pas een week, alsnog voel je altijd die warmte. En dat vind ik wel heel, heel mooi, ervaar ik dat. Ja, dat klinkt ook heel mooi. Dan wil ik graag bedanken voor het interview. Bedankt dat jij je verhaal hebt willen delen met ons. Oké, geen dank. Dankjewel. Assalamu alaikum. Vrede zij met jullie. Ik ben Ali. En ik ben Alexander. Vond jij het prettig om naar deze video te kijken? Bezoek dan de website voor nog meer. Op waaromislam.nl vind je video's in allerlei categorieën. En probeer met deze video's al jouw vragen te beantwoorden. Hoor het van een moslim. Waaromislam.nl. Oké. Nou mam, ik heb een aantal vragen aan jou. Ik ben sinds 24 september 2011 bekeerd, dus dat is nu ongeveer 1,5 jaar. En ik vraag me af, wat vind je ervan? Hoe bekijk jij het? Hoe kijk je er tegenaan?
Op dit moment kijk ik er positief tegenaan. Oké. En hoe was dat dan eerst? Want het klinkt alsof het eerst al negatief was, of? Nou, toen je ermee kwam dat je bekeerd was, was ik er natuurlijk niet blij mee. Mm-hmm. Ik was boos en ik begreep het niet, mm-hmm. waarom je het had gedaan. Waarom was dat wat je had niet goed genoeg? En dan bedoel je het christendom of bedoel je gewoon het leven zelf, wat ik toen had? Ja, niet zozeer het christendom, want ik ben zelf niet echt gelovig. Dus ik doe niks aan het geloof. Mm-hmm. Maar dan gewoon het idee, waarom moest je nou net voor de islam kiezen, zeg maar. Ja, en dan vooral ook omdat het zeg maar niet echt positief benoemd staat hier, of... Sowieso ook aan... Ja, gewoon alles inderdaad wat er in de media over wordt gezegd, dan denk ik van ja, er waren nog zoveel andere geloven. Ja. Daar had je ook voor kunnen kiezen. Oké. Okay. En wat vind je het dan nu wel positiever? Of wat zie je in mij? Ben ik veranderd? Of, Je bent wel veranderd. Ik denk, ik heb er heel goed over nagedacht. Toen je zei dat je je weiger had bekeerd, daarna ging je een hoofddoek dragen. Dat vond ik al helemaal een probleem. Ja. Ik vind het nou nog jammer dat je een hoofddoek draagt, omdat ik ook moslims zie die geen hoofddoek dragen. Mm-hmm. En ik vind het gewoon veel mooier om jou te zien zonder hoofddoek. Dus ja. Dat vind ik nog wel altijd heel jammer. Maar je bent wel veranderd. En ik denk dat je nou beter in je vel zit. Je bent... misschien blijer met het leven wat je nou hebt. Mm-hmm. En ik denk als ouder dat je dan bij je eigen naam moet denken, ja, wat wil je nou voor je kind? Mm-hmm. Ik denk dat iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is. En ja, als jij dan gelukkig bent in de islam, ja, wie ben ik dan om dan te zeggen dat je daar niet bij mag gaan? Dus. Ja. Oké. En heb je nu ook zeg maar de negatieve, want wat ik begrijp zeg maar is ook dat je een beetje een negatieve kijk op de islam had. Is dat zeg maar ook veranderd door mijn bekering of hoe, ja? Ik ben zelf nooit niet zo heel negatief geweest over de islam. Mm-hmm. Ik heb me er eigenlijk nooit echt over nagedacht over die dingen. Ik denk eigenlijk over geen één geloof na. Ja. Ik leef het leven zoals het gaat en ja. Ik denk dat ieder geloof uiteindelijk allemaal één ding is. Dus of je nou moslim bent of katholiek of wat dan ook, ik denk dat er één God is als er één is en dan maakt het niks uit wat je bent. Oké, dus nu, jij hebt, hoe ik het ook begrijp en wat ik ook zie natuurlijk, is wel dat je het gewoon geaccepteerd hebt uiteindelijk. Ik heb het geaccepteerd voor jou, ja. Oké, nou dankjewel. Ja.